HVB-voorzitter Mike Noor Salim, gewezen minister van Binnenlandse Zaken, ligt er niet wakker van dat een paar HVB'ers de overstap hebben gedaan naar Pertje Luhur. Waar hij wel wakker van ligt, is dat het erop lijkt alsof de COVID-maatregelen niet gelden voor bepaalde politici en of bepaalde politieke partijen. Want dat is het geval geweest, zegt Noor Salim bij de opening van de PL-winkel, waar het een drukte is geweest. Meer mensen dan de COVID-maatregelen toelaten en daarvan ligt hij wakker, zegt Noor Salim in het volgende vraaggesprek met TBN Prime Alert. Ligt u hier wakker van, heer Noor Salim? Ik dacht dat je me een andere vraag zou stellen. Nee. Ik lig er niet wakker van hoor, absoluut niet. Maar wat kan ik hierover zeggen? Laat me dit stellen dat ik vanaf het begin, vanaf wij de HVB zijn gestart, hebben aangegeven dat, want we zijn ongeveer met nog geen 20 man de HVB gestart en we heten toen HVB-PL. En hervormingsbeweging binnen de PL, want je kan verandering brengen in de organisatie. Toen het niet lukte, ik heb onder andere het Deurwaarde Explo gehad. We hebben ook toen aangegeven dat we de hervormingsgedachte ondersteunden, middels een brief. En dat is ons niet in dank afgenomen. Werden wij bestempeld als te zijn overlopers. Laat maar dit zeggen, we zijn nergens naartoe overgelopen. De HVB-PL is toen geworden HVB, een partij. Dus Noor Salim is van de PL toen medeoprichter geweest van de HVB. We zien dat meneer Somoharjo zulke bewegingen, zulke handelingen klassificeert als te zijn overloop en verraad. Dat zegt meneer Somoharjo altijd. Hij ontvangt mensen nu, wat hij zelf bestempelde als te zijn, verraders, overlopers, of personen die van de ene partij gaan naar de andere. Binnen onze hervormingsgedachte zeggen we nee, ik noem dit geen verraad, hij mag het zo noemen. Waarom? Mensen zijn vrijwillig, hebben zich aangesloten bij de partij, toen. En als ze willen gaan, vanwege hun eigen moverende redenen, overigens redenen die niet bekend zijn bij mij. Nog steeds niet. Ik heb geen brief gehad. Ik ben niet gebeld geworden. Het zijn mensen die middels een brief of zo, op een beschaafde manier, dat zouden moeten doen. Heb ik nog niet gehad. Misschien krijg ik het alsnog. Kortom, we zitten op het politiek veld hoor. Je komt elkaar altijd tegen. Hè? Vooral tegen Tafra Draai kom je elkaar wel tegen. Dus misschien doen ze het alsnog. Dus als meneer Somoharjo dit noemt, en ik las een artikel, schapen die terug zijn, verdwaalde schapen. Overigens, de heer Montari heb ik niet als PL'er gekend. Kortom, heeft het ook aan mij verteld en op podium. Hij is van Pendawali Matun, is hij naar de NDP, van de NDP naar Nieuw-Stijl KTPI, van Nieuw-Stijl KTPI naar de HVB. Dus in dat heel traject, zoals hij het altijd vertelde, wist ik niet dat hij PL'er was. Dus omdat Somoharjo zegt, HVB'ers zijn terug, en die mevrouw ook niet, dat klopt in feite dan niet. Toch? Maar ze zijn vrij, mensen zijn vrij om te gaan. En dat gebeurt altijd in de politiek, dat mensen bewegen van de ene kant. Als een partij 10 zetel had en toen groeide naar 6, dat wil zeggen 6 zetels, mensen zijn van een partij gegaan naar andere. Wij zijn gegroeid van 20 naar 7.500 ongeveer. Mensen die hebben gestemd, dat zijn allemaal mensen die ergens zaten. Zal ik die mensen verraders noemen? Omdat ze wel zeggen, op basis van ideologie sluit ik me aan bij de HVB. Nee. Dus als ze nu ergens anders willen gaan, zal ik ze ook geen verraders noemen. Dat is wel het gedrag welke meneer Somoharjo typeert als verraders. En als hij ze nu ontvangen, heeft ze 5 jaar lang uitgescholden. En met open armen ontvang, laat ik voor hem zijn konto. Dus ik roep ook die HVB'ers op, want ik wil echt geen woorden hier aan vuil maken, onze hervormingsgedachte. Want in de politiek is men gewend, te was maar binnen partij A, agua partij B, dat we kozen.
Maar we hebben leuke tijden gehad. Ik heb leuke tijden met meneer Muntari gehad. Als ik hem op straat zie, was vroeg ik lekker met hem praten. Meneer Noor Salim, nee, was mana Ati of Diana of wie dat ook. Dus ik heb geen behoefte om ook nu met veel te gaan smeten. Ja. Dus heer Noor Salim, de mensen geven aan dat ze in feite ja, nu hebben ingezien dat ze in feite een verkeerde besluit hadden genomen toen. En dat de reden is dat ze weer naar de PL zijn gestapt. Ja, dus ik las enkele. Wat de reden zijn, dat welke reden, dat weet ik niet. Ze hebben me niet gezegd, ik heb me moeten lezen net als u. En net wat ik zei, ik heb geen behoefte om niemand een natrap te geven. En ik zal het ook niet doen, omdat binnen onze hervormingsgedachte, wij zeggen, luister, ik ben de partij A, maar ik heb partij B. Want precies zo stoppen elke dag mensen hier en worden ze lid. Die waren ergens. Dus ik zal nooit een natrap geven, te meer we uit één bord hebben gegeten bij wijze van praten. Dat ze het niet op een gepaste manier hebben gedaan, dat laat ik voor hun eigen rekening en eigen risico, om het zo te zeggen. Want je kan het niet via de media vernemen. En dus dan wil ik de HVB'ers ook oproepen om alle natrap, alle vuilsmijterij achterwege te laten. De mensen verder succes toe te wensen in hun politieke carrière, loopbaan, zo je het wil noemen. En wat de daadwerkelijke redenen zijn, dat laat ik in het midden, omdat ik het nog steeds niet weet. En het is interessant als ze het zelf zeggen, ja. Zodat je in de organisatie een stukje evaluatie kan plegen. Het is wel typisch of kenmerkend dat het niet gebeurt wanneer je vijf jaren lang in de regeermacht zit, bij de coalitie en... we weten dat het niet is gebeurd. Waarom is het toen niet gebeurd? We waren toen begonnen, 5 jaar geleden, 3 jaar officieel. En bij elke, zelf bij het bouwen van een huis of bij het maken van een ding, heb je van die kinderziekten. Hè? En die zullen er ook zijn geweest. Die kinderziekten zijn niet gebruikt om te zeggen, hey, we voelen ons niet thuis hoor, of niet, wat het ook allemaal mag zijn. Ik ga terug naar onder de brug. Het is niet gebeurd. Het is gebeurd na de verkiezing. Waar blijkt dat we wel de hoeveelheid stemmen hebben gehaald. En als we een landelijke evenredigheidsstelsel zouden hebben, dan zou dat 2 zetels betekenen. Maar het is niet zo. We hebben dat niet. Noem het maar onrechtvaardig of dingen, hoe je het wil noemen. Maar weggevaagd zijn we niet. En er zijn genoeg mensen die de partij nog ondersteunen. En het moment zijn 2025. Ik focus me nu op de organisatie intern. De 1 gaat weg. 1 gaat weg, 2 komen naar binnen. U zegt, u ligt daarvan niet wakker. Waarvan ligt u dan wel wakker? Ja, ik zei dat net, er zijn andere dingen waarvan ik wakker lig. Eigenlijk hetzelfde moment heb ik beelden gezien. Beelden gezien van de activiteit, of foto's dan. Waarbij, niet veel hoor, het waren niet meer dan 50 mensen die daar waren. Dus dat de HVB veel mensen heeft verloren daar in een keer, dat klopt niet. Want de partij PL heeft ook daarmee gedaan. Ik neem aan dat het gros van de mensen hun eigen mensen zijn, toch? Maar het waren tussen de 40 en 50 personen. En dat is iets wat alarmerend was bij mij. Waarvan ik juist wakker heb gelegen. Omdat we vanuit de regering, vanuit het ministerie van Volksgezondheid, is er een van de regels... Zeg dat je niet mag begeven in een omgeving met meer dan 5 personen. En hoeveel zaten daar? Zeker 50 personen. Niet 100, niet 1000, maar zeker 50. En dat is in een district, Nikeri, waar enkele maanden geleden de cijfers niet zo alarmerend waren. En vandaag de dag zien we, 1, de cijfers zijn alarmerend. 2, we hebben gezien dat het grootste deel Surinamers van Javaanse kom af zijn. U weet, wij zijn een multi-etnische partij, dus we hebben ook heel veel Javanen in de partij. De PL, idem. Maar wat zien we gebeuren? In Nikeri, zonder die 1,5 meter afstand, ja, regel van 5 personen in een bij elkaar
overschreden. Met alle risico's van dien. Volksgezondheid van de mensen daar, of de gezondheid van de mensen daar, is te krabbel gegooid. Waarom zeg ik dat? PAHO of WHO en het ministerie van Volksgezondheid heeft in hun recente cijfers aangetoond dat de tweede grootste groep die op dit moment overlijdt, meneer Ganesh, Javanen zijn. Elke overleden persoon is één te veel. We zien dat er elke dag minstens 5 personen, 10 personen, 8 personen overlijden. Wij hebben in de partij ook een heleboel aantal mensen hebben het leven gelaten door COVID. En ik kan u zeggen, het gros van de mensen die zijn overleden bij ons, zeker 80%, zijn Javanen. En dan zien we dat meneer Somohardjo volkswinkel openen gebruik, want volkswinkel is dat voor iedereen toch? Het is voor ABOP'ers, het is voor VHP'ers, het is voor HVB'ers. Iedereen mag in die winkel gaan om te kopen toch? Maar het wordt dan een politieke activiteit waarbij je niet rekening houdt met het feit dat je de mensen blootlegt aan gevaar. Dus ik weet niet, de meneer Somohardjo heeft het volgens mij gemist. En ik neem hem niet kwalijk, misschien speelt leeftijd of zo. Maar de vele andere adviseurs van hem die daar waren, die konden hem daarop wijzen. Daarvan lig ik wakker, meneer Ganesh. Ik lig wakker van het feit dat we worden gesold met de gezondheid van mede Surinamers. En al zijn het niet GHVB'ers, maar ze zijn mede Surinamers. U weet, ik heb ook mijn roots in Nikeri. Dus mijn districtsgenoten, daar wordt er mee gesold. En ik wil vanuit deze plaats een oproep doen. Om dit, want die regel, geldt, de vraag die ik moet stellen, geldt het niet voor meneer Somohardjo of voor de PL? Geldt het alleen voor de HVB of andere politieke partijen die in de oppositie zijn of whatever? Dat moet meneer Ramadine moet me dat even uitleggen. Want als u en ik, of wie dan ook, nu een feestje ergens heeft met meer dan 40 mensen, die boetes zijn daar. Dat vind ik werk. Daarvan lig ik wakker. Ik lig wakker van het feit dat we moeten vechten die COVID. En het wordt gesproken COVID aan COVID. Mensen worden opgeroepen om te vaccineren. En aan de ene kant wordt er politiek bedreven met de volksgezondheid. Daarvan lig ik wakker. En niet van het feit dat 2-3 mensen besluiten om hun eigen moverende reden elders hun huisvesting te zoeken.